Vanochtend is het bewolkt in Nederland, op veel plaatsen komt ook nevel of mist voor en uiteindelijk wordt de bewolking alleen maar dikker als een doorfront vanuit het westen opkomt zetten. De temperatuur vanochtend op veel plaatsen nog ruim onder nul, met name in het oosten en noordoosten is het koud met nog matige vorst. Vanuit het westen loopt de temperatuur dan in de loop van de dag geleidelijk op als ook neerslag gaat vallen. Dat gebeurt eerst in een vorm van natte sneeuw of sneeuw. Met name in het oosten en noordoosten van het land kan het daardoor flink wit worden. En, de en uiteindelijk gaat de neerslag overal over in regen. De temperatuur die loopt dan in het westen tot op tot ruim boven nul. In het oosten duurt het allemaal wat langer. En daar zien we de, het voorste pas in de loop van de avond verdwijnen. En er waait een stevige wind. Windkracht 4 uit het zuiden boven land en krachtige aan zee windkracht 6. Ook morgen veel bewolking en vooral in het noorden en oosten valt enige tijd regen. In het zuiden en zuidwesten is het wat minder vaak nat, maar ook daar zien we wat spetters. Het is vrij zacht met temperaturen rond 7 graden. Ook zondag, maandag en dinsdag zien we veel bewolking, met vooral op zondag, met name later op de dag, kans op veel wind aan zee. Ook dan temperaturen rond een graad of 7. Na het weekend gaan de temperaturen wat meer omlaag en dan is er ook kans op wat winterse neerslag. Ik ben Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.